Ja, lieve vrienden, een hele goede middag en wees welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, ik ben met eten bezig voor de poezenbeestjes. En Frodo die heeft al staan. En nou maak ik in een groot schaaltje voor twee poezenbeestjes klaar, voor Kalf en voor Eeuwin. En dan verdeel ik het zo meteen. Ja, als jullie dat konden zien. Kalf die loopt dan om me heen en die komt tegen het aanrecht opstaan en van, hoe ben je nou vrouwtje, schiet nou op. Ja, ik schiet ook wel op, echt wel. Ja, en dan breng ik het voor Kandels om meteen even naar de hal. Dan kan die daar zitten te eten. Nou, Frodo die kan eten, maar die laat... die heeft de kap trouwens nog om. Dus, nou. Zo, hebben ze allebei eten. Die kan in de goot zijn. Ik ga het even voor Kandels naar de hal brengen. Dus ik ben zo weer terug. Kom maar. Ja! Ja, kom maar. Hier. Daar. Ja. Hier. Daar. Ja, jij moet je kap af. Waar ben je? Frodo. Frodootje. Komt er. Goed zo. Daar, eet. Nou, en dan heeft Eeuwin ook een bakje. Ja, en die krijgt het. En daar op de grond. Zoals normaal. Nou, even die vork afspoelen. Nou, dat gaat in één keer allemaal door. Sponsje even nog maken. Want ik heb gemorst. Zo. Nou ja, er staat een heel klein beetje afwas. En het staat een beetje uit elkaar. Nou ja, kan de pret niet boeien. Doen we dat weer daar naartoe, dat weer daar naartoe, zo. Die moet daarin, die moet blijven liggen. Daar moet je zakje weer overheen. Zo, en dan kan het weer in de koelkast. Ja. En Frodo laat het natuurlijk liggen. Maar ja, ook ik moet mijn eten nog. Ja, koffiehek al. Ja, gelukkig wel. Dus ja, ik zou zeggen, het is vandaag, wat voor dag leef ik vandaag? Dinsdag. Het is de 28e. Mijn broer, Koen Makelaar, is vandaag jarig. Hij is 63 jaar geworden. Dat degene die hem feliciteren willen voor 28 mei zijn verjaardag, mag het onder deze vlog ook weer gaan doen. Ja, het maakt allemaal niks uit, want vandaag is hij in het echt jarig. Ja, en dan zal je hem andere week feliciteren. Het komt even goed nog wel aan. Ja hoor. En we leven om 13:49. Ook dat is helemaal correct. En en nogmaals, ik ben gewoon super blij hè, met deze tripod. Lekker groot, lekker stevig, gaat niet 1, 2, 3 kapot. Moet ook niet voor die prijs. Maar in ieder geval, het is veel zwaarder ook. En hij kan blijven staan, hè? Ja. Moet ik het zo neerzetten dat ik in het licht zit. En dat het niet donker lijkt. Nou, moet je nou eens kijken. Hij zit lekker te smikkelen en te smullen. Dat is zo'n heerlijk gezicht, hè? Maar oké, ik ga ook even een hapje klaarmaken. Ik krijg vanmiddag ook eventjes bezoek van Sandra Urban. Ja, mijn andere begeleidster, gisteren had ik de man, nou de vrouw van Zerelo. Nou, morgen kan ik niet, want morgen heb ik wat anders te doen, dus morgen komt hij niet. Dat is pas weer andere week, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik kan de pret niet drukken, niet. Dat ik zou zeggen, geniet van jullie die dag, wat jullie ook doen, zullen gaan, ik weet het niet. Het is hier heel vreemd weer, het is bewolkt en dan toch weer de zon er doorheen, weet je. Ja, heel raar. Maar oké, maakt niet uit, dan ben je zelf toch de zon, ja. Maar ik zou zeggen, tot
later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik ga mij weer verder klaarmaken om even nog de hort op te gaan. Al is het al wel wat laat, maar ik kan de pret niet drukken. Sandra, mijn begeleidster, is even geweest. Vandaar dat ik weer laat ben, dat ik zal even eerst naar het kleine kamertje en daarna trek ik mijn jas aan en dan ga ik weg. Jullie gaan dit keer en niet mee. Nee, ik moet eventjes gewoon vliegen. Ik moet snel. Voordat alles straks gesloten is, ja. Dus ik zou zeggen, tot later als ik weer thuis ben. Tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb de koffie weer voor me staan en ik heb een nieuwe moeten kopen. Zo'n nieuw oortje. Die andere was toch, had toch de geest begeven. Dat ik was er al bang voor, want hij was zo oud. Maar ik gooi hem niet weg, nee. Dat doe ik niet. Nee, daar geef ik emotionele waarde aan. Ja. Het is niet anders, maar hij zit nog in mijn tas trouwens. Maar die ruim ik netjes op in een bakje. En die heb ik nog ooit in het alle prille begin van mijn mannetje gehad. En nee, dan doe je zoiets niet weg. Zoals in het prille begin dat we net wat kregen, weet je. Nou ja, dat doet je wat. Net zoals een ringetje. Het is een markringetje van de markt gekocht. Wel echt zilver. Met het woordje love. Die gaat nooit af. Nee, is ook nooit af geweest. Trouwring, idem dito. Ik heb ook zijn trouwring om. Die zit om mijn duim. Gaat nooit er niet meer af. Ja, wanneer ik straks in mijn laatste huisje lig. Mijn kistje. Ja. Dan krijgen ze toestemming om het eraf te halen. Want dat mag niet mee de oven in. Nee, helaas niet. Maar oké, ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne avond. En smakelijk eten. En ook een hele gezellige avond verder nog. En verlaat wel rusten met mooie dromen. En God zegen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Dan. En hele goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag woensdag 29 mei en we leven om 9:37. Waarom ik er weer zo vroeg uit ben? Nou, Astrid die komt zo meteen en we moeten straks naar een, hoe heet het? Want het is een jurist, maar die doet iets gratis voor je. Daar gaan we zo meteen naartoe. Ik moet er wezen. Vanwege mijn jongste dochter. Ja, want Karin heeft nog een halfzusje. En daar vecht ik al jaren voor. En dat is me tot op heden nog steeds niet gelukt. Ik probeer het weer. Via een andere weg. En wie weet dat het misschien hopelijk wel lukt. Zo niet, nou ja. Dan is er helaas niks meer aan te doen. Maar ik hoop van wel. Ja. Want het meisje waar ze nou zit, ze is dan wel volwassen, maar ze kan niet voor zelf beslissen. Nee. En dan lopen we weer tegen de maand juni op. En juni is zowel een, ja, voor mij een zware maand, maar er zit ook weer een tikkeltje vreugde bij. Ja. Aangezien dat Karin 14 juni. Binnen het jaar alweer wordt geopereerd aan haar maag. De buik, laat ik het zo zeggen. Ja. Hoe het heet uit mijn hoofd, weet ik allemaal niet. Fleur de Lis, geloof ik dat ze het nou krijgt. Ze had bij de vorige operatie had ze mooi een bikini snee. Nou krijgt ze een snee van boven naar beneden. Als moeder zijnde zit je er niet op te wachten dat je kind steeds onder het mes moet. Maar in ieder geval, het moet wel gebeuren. Maar ik zelf, voor mijzelf, ik ben ten alle tijde bang voor de narcose. Omdat ik zelf mee heb gemaakt dat ik een keer bijna er niet uit kon komen. En dat was toen destijds bij een kijkoperatie. Nou gaat het plaatselijk verdoofd. Toen destijds nog niet, ging helemaal onder zeil. Nou, daar zit ik zelf zo tegenop. En ja, je wilt toch je meisje toch niet kwijt, wel? Nee.
Ik niet. Ben ik te gek mee voor, ja. Maar in ieder geval, daar zit ik weer tegenaan te hikken. Dus ja, het is even weer zwaar. Maar ook ik ben zelf, word ik een jaartje ouder. Dus dat is een tikkeltje vreugde. Maar voor de rest, ja, we zien wel. En vanaf Borba, ja, hier heb ik dat. 3, 4, 5 en 6 juni aanstaande hebben wij hier in de stad weer de avondvierdaagse. Daar doe ik aan mee op mijn scootmobiel. Dan rijd ik de 10 kilometer en uiteraard probeer ik jullie mee te nemen. Ja, zowel deze camera, zowel mijn GoPro gaat mee. Oh, die ligt daar nog. Ik moet dat allemaal nog leeg halen, weet je dat wel? Nee, Frodo. Zo meteen, je hebt eten. Ga eens eten. Ja. Hij wil niet eten. Ik weet niet wat hij heeft, maar hij wil gewoon niet. Maar ja, in ieder geval, ik ga wel eten nu. Dus ik wens jullie al het goed voor de hele dag toe. En ik spreek jullie later wel weer. Ja, lieve vrienden, ik ben al heel lang alweer thuis. Astrid is nog weer mee geweest hier naartoe. We hebben aan de koffie gezeten. We hebben hier thuis nog dingen geregeld. Ik ben ook nog langs Cherelot geweest voor die tijd dat we thuis kwamen. Om even het een en het ander mede te delen. En ik ben daar ook druk aan het werk. Maar ik ga nou eerst lekker een bakje koffie maken. En ik wacht op een telefoontje van Karin, want die zou mij terugbellen. Dus daar wacht ik op en dan moet ik verder nog weer dingen regelen. Ja. Dus het komt allemaal goed. En ja, ik heb het gewoon nou druk. Het lijkt wel een druk baasje. En ik moet de scootmobiel nog naar binnen halen. Want daar wou ik eigenlijk mee aan de gang met de haardroger, met de föhn, laat maar zeggen. Om dat lijm te proberen eraf te halen. Ja, als het niet lukt, ja, ik pech. Maar ik kan het altijd allicht proberen om er een warmtebron erop te zetten. Kijken of het dan wegsmelten wil. Maar dat zien we dan wel. Frode die was een stout. Zomaar weer eens een keer. Gaat eventjes goed en dan begint meneer weer. Dus die heeft de kap weer om. Ja, die heb ik net weer eens moeten behandelen. Gelukkig op tijd, maar het was wel al vurig. Ik heb gelukkig ook nog niks weg hoeven te knippen. Ik heb het schoongemaakt, ik heb het gekamd en eventjes zalf erop gedaan. Dus dat is ook weer geregeld. Zo zie je, heb je geen kinderen die iets doen wat niet mag, dan heb je wel dieren die iets doen wat niet mag. Maar dat is in ieder huis wel wat aan de hand. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtig mooie weer, want dat is het zeer zeker. En ik zou zeggen, tot later maar weer.